Hallo iedereen, mijn naam is Leni. Ik had zo net een introotje opgenomen om jullie even een beeld te geven van wat ik eigenlijk doe voor ik aan een reading begin, aan een video begin. Omdat ik toch vaker meer kaarten trek dan ik laat zien in de video. En ik heb nu besloten om het toch iets uitgebreider te doen. En om het een beetje overzichtelijk te houden, ga ik nu wel beginnen met de kaarten bij de mannelijke energie. In het midden. Het proces, dus waar gaat de mannelijke energie doorheen? Wat voelt die persoon? Wat zijn de uitdagingen en dergelijke? Nu, de Osho Zen Tarot geeft mij altijd een beetje meer uitleg van wat er moet worden overwonnen of wat die persoon tot een volgende stap brengt. Nu, ik heb 3 kaartjes er ook bij gelegd qua uitdaging of eerder een blokkade. Dus wat brengt de energie op dit moment? Raakt de energie aan in de mannelijke energie. Nu, deze video is sowieso naar aanleiding van de volle maan en de maansverduistering. Ik wil er wel even bij zeggen, de energie is algemeen. Die heeft een bepaalde invloed op iedereen. Zowel op mij als op jou, op iedereen. Maar hoe sterk je dat voelt, hoe zacht je dat voelt, hoe makkelijk dat voor jou is of misschien net iets moeilijker. Dat hangt uiteraard af van jouw eigen proces. Hoe meer je je bewust bent van je eigen proces en hoe meer je open staat om naar jezelf te kijken en contact met je gevoel te maken, ook open te staan voor liefde en te werken aan de liefde voor jezelf, hoe makkelijker het zal zijn om met bepaalde energieën om te gaan. Dus dat wil ik ook wel even duidelijk meegeven, omdat ik die vraag toch wel een paar keer heb gekregen. Ik wil heel graag beginnen toch wel bij deze eerste kaart, want dat vind ik toch wel belangrijk. De energie van de afgelopen week heeft toch wel herinneringen aan liefde naar boven gebracht. Het denken aan de liefde die is geweest, het contact wat is geweest, de relatie die is geweest, wat dat heeft gebracht. Het is een emotionele kaart. De 6 staat ook symbool voor de liefde. De oprechte liefde, vooral dat, de oprechtheid. Dus vanuit de mannelijke energie wordt er wel een soort van heimwee ervaren. Het komt ook met een beetje een wrang gevoel. Zo van, oei, hoe zijn bepaalde dingen nu zo gelopen? En het is een beetje zo van vastzitten. Want als je gaat een soort van heimwee krijgen of gaat denken aan een liefde die is geweest of die je hebt ervaren. Al is het op een goede manier. Maar dan wil het wel zeggen dat je voelt dat deze op dit moment niet aanwezig is. Of dat die misschien niet gevoed wordt door de andere persoon. Dus dat je daar toch wel een enorme verlangen naar hebt. En dat dat emotioneel heel veel met deze persoon doet. Van de andere kant raakt het wel weer iets aan, waardoor de dingen weer worden aangewakkerd. Een beetje het verlangen om terug de ander in de buurt te voelen. Wetende. De mannelijke energie zoekt wel een klein beetje naar een soort van bevestiging van, is het er wel nog? Komt het wel terug? Maar ook met het besef van, ja, ik heb mezelf hier een beetje in vastgewerkt. En dan wil ik graag even naar deze Osho Zen Tarot kaart gaan. Ja, geeft ja de last. Blijkbaar in de mannelijke energie is er enorm veel druk van buitenaf gelegd op deze persoon. In die zin dat deze persoon zich enorm heeft aangepast. En dan spreek ik niet over de afgelopen weken of zo, maar echt wel afgelopen maanden of langere tijd. Dat besef stilaan komt dat het telkens zich aanpassen aan anderen en meestappen in bepaalde zaken van anderen, dat eigenlijk meer een last is of een blokkade is of iets wat hen vertraagt dan iets wat hen verder helpt. Het zou kunnen dat de mannelijke energie zich in de steek gelaten voelt, omdat de ander eigenlijk misschien zelfs op dit moment nog grotendeels bepaalt wat zij doen, wat zij moeten doen, waardoor ze zichzelf niet helemaal kunnen zijn. Het is een mentale kaart wel. Het is in de gedachten redelijk zwaar. Zo van, hoe kom ik hier los van? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn eigen weg kan vinden? Want en hier geeft deze
nogal dominante persoon de richting aan. En hier zie je eigenlijk de persoon in kwestie die eigenlijk heel moe is, heel uitgeput is, omdat die eigenlijk alles moet gaan dragen. Dus deze persoon heeft heel veel energie gestopt in iets en begint nu te voelen van dat brengt eigenlijk niet op. Integendeel zelfs, als de ander laat mij in de steek als ik niet meer nodig ben. Dus een gebrek aan erkenning. Heel duidelijk trouwens ook in persoonlijke leggingen die ik heb gedaan de afgelopen week. En dan komen we tot dat mentale conflict. Ik heb dat ook al eens eerder gehad. Die kaart van schizofrenie komt trouwens vaker in de Osho Zen Tarot naar voren. En enkele maanden geleden was dat heel duidelijk aanwezig. En op dit moment ook. En dat is dat dubbele in het hoofd. Hè, zo van, eigenlijk weet ik dat ik dit moet doen. De afgelopen maanden is dat echt nodig geweest. Hè, vanuit de mannelijke energie. Om het financiële vooral is een sterk thema geweest. Nu nog steeds. Zo van, ik moet zorgen voor financiële zekerheid, voor materiële zekerheid. Er was een soort van herstel nodig op dat vlak. Dus die gedachte van, ik moet ervoor zorgen dat ik toch wel een basis heb, een zekerheid heb op materieel en financieel vlak. Ook misschien de mensen rondom mij zo van, ik moet toch wel zorgen dat ik ergens stevig sta, dat ik dingen heb waar ik op kan rekenen. Dus vanuit de mannelijke energie gezien lijkt het alsof deze persoon een aantal dingen is verloren. Dat er een aantal dingen zijn verdwenen in het leven en dat hij niet heel veel op overschot heeft. Dat het echt krap is op bepaalde vlakken. En dat deze persoon eigenlijk heel erg in het mentale stukje wordt geduwd. Het gevoel heeft van, ik wil eigenlijk wel een keuze maken voor mezelf. Maar als ik daar, de mannelijke energie gaat daar altijd een stukje verstandelijker in staan. Ik heb daar even de tijd voor nodig om dat voor mezelf op een rijtje te zetten. Want de volgende kaart is de kaart van controle. Dat zien jullie hier misschien al. Dus die energie van, ik wil controle houden over bepaalde zaken. Dat zorgt ervoor dat vanuit de mannelijke energie het gevoel nog niet kan worden toegelaten. Dat de intuïtie nog niet echt stroomt. Hè? Nog niet echt gevoeld wordt. Dus dat echt dat mentale conflict. En dat is wat ik daarnet zei. Omdat heel erg dat strakke zorgt voor heel veel spanning. Hè? Dat is wel de koning van wolken hierin. Dus dat is een heel sterke kaart in het mentale stuk. Dat is van ik moet, dit moet gewoon. Je ziet ook die gebalde vuisten. Zo van, ik moet hier echt wel doorzetten. Ik moet dit echt wel gaan doen. Misschien red ik het niet anders. Ik moet me houden aan die structuur. Ja, en je hoort het al, dan ga je zelf verkrampen. Dan is er een gevoel van moeten. Van heel erg graag willen ook, hoor. Er zijn bepaalde dingen waar deze persoon mee bezig is, die je eigenlijk heel graag wil. Maar vanuit de gedachte van, ik wil het zo graag en het zich groots voorstellen, gaat hij te veel vastgrijpen, te veel controle houden over de zaken, waardoor het net niet stroomt. Ik weet niet of dat logisch klinkt voor jullie, voor mij wel. Je kan bijvoorbeeld aan een project beginnen en daar heel veel van verwachten en daar met al jouw energie in meegaan en al jouw tijd en energie daarin stoppen en daar een heel groot beeld van hebben. Maar door het zo stevig vast te pakken en daar zodanig veel van te verwachten, komt die controle enorm naar voren. En als je controle probeert te houden of dingen met een bepaalde richting probeert uit te sturen, dan loopt het eerder vast dan dat het gaat vloeien. Dus het is aan de mannelijke energie om net los te laten. Om vanuit het gevoel, vanuit zichzelf dingen te beginnen en het los te laten. En gewoon te zeggen van, oké, dit doe ik graag, dit doe ik met passie, dit doe ik met plezier. Ik ga het gewoon,
ik ga het gewoon aan en ik zie wel wat het mij brengt. Of het nu een heel klein beetje is of heel veel. En gewoon, ik laat het los. Ik laat die controle los. Ik laat ook de behoefte om te presteren, laat ik los. Want net dat zorgt ervoor dat iemand dan net niet zichzelf is. En je weet ook, als je bijvoorbeeld in je job net niet jezelf kan zijn, omdat je net heel erg bezig bent met het resultaat. Wat je er voor jezelf kan uithalen, dan geniet je niet van wat je doet. En andere mensen gaan dat ook wel voelen. Dat dat dan niet echt van diep binnen in jezelf komt. Dan komen we bij de volgende kaart. Strategie van vertraging. Het is wel een spirituele kaart. Maar alweer een twee kaart. Dualiteit. Zo van, ja, wat moet ik doen? De persoon loopt hier in cirkels rond. En het duurt best eerder wat groeit, eerder wat naar boven komt. Het is een kaart die een bepaald geduld weergeeft. Die ook zegt van, er zijn bepaalde dingen die zich herhalen. Vanuit de mannelijke energie gezien, bepaalde situaties die zich herhalen. Dus het is een kwestie dat deze persoon dat patroon doorbreekt. En dat twijfelen als het ware, want dat is voor mij toch wel een kaart die ook een bepaalde twijfel weergeeft. Zo van, nou, altijd maar rondjes draaien en wat moet ik hier nu doen en hoe pak ik het aan? En dan toch wel telkens op hetzelfde punt uitkomen en beseffen van, oei, dit lukt eigenlijk niet. En dan eigenlijk terug beginnen op dezelfde manier om dan weer op hetzelfde punt uit te komen. Hè. Het is een beetje, ja, we kennen het allemaal wel. Hè. We proberen en proberen maar. Maar eer we doorhebben dat we hetzelfde kunnen doen, maar op een andere manier en vooral met een andere instelling. Ja, dat helpt ons direct een heel stuk verder. Hè. Dit kan trouwens ook wel gaan over dingen uit vorige levens. Dus het karmische stukje komt heel erg ook naar voren. Dat heb ik in de algemene video verteld. Hè, dat heel veel karmische stukken gelukkig heel snel kunnen worden opgelost met de energie die nu aanwezig is. En dat geeft deze kaart eigenlijk ook wel aan van, oké, als je het karmische, dat zijn situaties die jou een les leren, die jou iets laten zien. Bepaalde situaties die blijven terugkomen, die volgen elkaar heel, heel snel op, waardoor deze persoon heel snel kan gaan inzien van, oei, er gebeurt telkens hetzelfde en ik raak hierdoor eigenlijk niet vooruit. En dan is de volgende kaart, ja, understanding. Het begrijpen van, ja, waar ik me heb begeven. Ik leg deze kaart altijd uit als inderdaad het vogeltje dat in de kooi is geboren en daar ook in groot is geworden en niets anders kent dan dat. Dat is zijn wereld. Tot het moment dat hij ziet van, ja, een deurtje staat open en daar zijn ook nog andere soortgenoten, daar zijn ook nog andere dingen, daar is veel meer ruimte. Dus eigenlijk kan ik kiezen voor ruimte, voor veel meer bewegingsvrijheid, voor veel meer mogelijkheden. En dat is wat er vanuit de mannelijke energie mag geleerd worden, van oké, als je telkens in dat kooitje blijft ronddraaien dan, en in dezelfde omstandigheden of onder dezelfde omstandigheden dingen blijft doen of vanuit dezelfde instelling bepaalde zaken blijft doen, ja, dan kom je telkens op hetzelfde punt terecht. Dan blijf je telkens op dezelfde plek. Of begin je wel aan bepaalde zaken, maar is dat van korte duur? Dus heeft iets niet de kans echt om te groeien, om echt jou verder te brengen in het leven naar iets groters, omdat in de kern jouw energie daar niet helemaal in zit. Dit vogeltje is eigenlijk geboren in een andere energie. Het is nu de bedoeling, hè, dat deze persoon zijn eigen ruimte gaat zoeken, zijn eigen manier gaat zoeken om verder te raken in het leven. Maar dat begrip, dat is er. Er is veel meer dat ik kan gaan ontdekken. Er zijn veel meer mogelijkheden, veel meer manieren om bepaalde zaken aan te pakken. En ik kan wel meevliegen met anderen. Het is wel belangrijk dat je het op jouw eigen manier doet. En dat is wat deze kaart aangeeft. Van, het
Het is tijd om door te groeien, dus blijf niet telkens ronddraaien in dezelfde situaties terechtkomen. Misschien heb je dat zelf wel gemerkt, dat bepaalde situaties maar blijven en blijven en blijven gebeuren. Je ziet dat vaker in relaties, hè? Dat noemen we dan echt wel karmische relaties. Dingen stagneren als het ware op dit moment. Hè? Vanuit de mannelijke energie wordt er echt wel gevoeld van ik raak niet vooruit. Ook mentaal, hè? In het telkens diezelfde gedachtegang. Telkens diezelfde gedachten, diezelfde obstakels. Ook binnenin jezelf kan je dat voelen, hè? Dat je telkens tegen dezelfde dingen aanloopt. Dat is net omdat je jezelf eigenlijk niet voldoende ruimte geeft en je nog altijd probeert aan te passen aan anderen, wat deze kaart vooral aangeeft. Zo van, nou, je hebt misschien net iets te lang met anderen meegelopen, het wordt tijd om jouw eigen weg te gaan. Ik ga eerst even door, hoor. Want dat begrip, dat begrijpen van dit alles, leidt tot het basischakra. En in de vorige video had ik het daar ook over. Basischakra, dat is het aanpakken van een bepaalde angst. Hè? Jouzelf stevig neerzetten. Zorgen dat je in contact bent met de aarde. Dat jij jezelf kan zijn. Dat je jezelf heel stevig neer kan zetten vanuit jouw eigen energie. Los van de energie, ik ga ze er nogmaals bij halen. Los van de energie van anderen. Echt helemaal zorgen dat je op eigen kracht, dat je ook echt krachtig voelt, stevig voelt. Dat jouw energie echt naar je bekken toe en naar je benen toe. En dat je je voeten stevig op de grond voelt. En dat je daardoor bepaalde angsten kan gaan loslaten. Angsten die leiden tot controle. Mensen gaan controle houden over iets uit angsten. Omdat ze iets willen bereiken inderdaad. En heel bang zijn om te falen. Terwijl het net omgekeerd is als we dat loslaten. En we geloven in onze eigen kracht. Dan is dat belangrijk. En ik heb dat ook wel al eens uitgelegd in een van de vorige video's. De mannelijke energie die stroomt van beneden naar boven. Dus de mannelijke energie begint als het ware. Die springt als het ware in het basischakra en stroomt zo naar het tweede chakra, zonnevlecht. En dan naar het hart naartoe. Dus deze energie, ik ben blij dat deze kaart hierbij komt. Want het is een beetje een nieuwe energie die binnenkomt. Maar vooral de mannelijke energie die daarvan kan profiteren om weer helemaal die eigen kracht te voelen. En helemaal voor zichzelf te gaan staan. En dat is nog het allerbelangrijkste in deze tijd. Om het op jouw manier te doen. Niet afhankelijk te zijn van anderen. Dus een bepaalde onafhankelijkheid hebben en je heel sterk te voelen. In je zijn en ook te gaan voelen dat je gewoon aanwezig bent. Dus geen 10.000 afleidingen en niet bezig zijn met 10.000 andere dingen. Of ook het feit, en dat kwam in de vorige video's ook terug, je niet laten afleiden door anderen. Dus vanuit mannelijke energie is er toch nog heel veel afleiding van buitenaf. Waardoor deze persoon het moeilijk heeft om helemaal bij zichzelf te komen, af en toe. En ja, ik had het nog niet gezien, ik was maar aan het praten. Het vasthouden aan het verleden. Nu, dit is een emotionele kaart, het is 5 van water. De mannelijke energie heeft het heel moeilijk om dingen los te laten. Maar deze kaart heeft ook een positieve kant, want dit geeft aan dat er bepaalde dingen in het verleden zijn geweest, in de verbinding ook. Die hij toch niet wil loslaten, ik zeg hij. Maar dat kan hier even goed gaan om een vrouw, hè, vanuit de mannelijke energie. Dat het niet makkelijk is om bepaalde dingen los te laten. En dat fijne hoe het is geweest. Maar deze kaart geeft ook duidelijk aan dat de energie is veranderd. Dat er de afgelopen maanden heel veel is veranderd. En ja, dat er vanuit de mannelijke energie dat toch nog allemaal redelijk strak zit. Die kaart van controle geeft dat ook heel duidelijk aan. Er is een vorm van begrip, maar het is niet makkelijk om het los te laten. Want dit zijn alweer 2 emotionele kaarten, gevoelskaarten. Van, het is niet makkelijk om
dat gevoel gewoon te laten stromen en verder te gaan. Deze kaart geeft ook aan van, ja, het is belangrijk dat je gewoon jezelf toestaat om verder te gaan. Om bepaalde dingen uit jouw leven te gooien misschien, uit bepaalde situaties te stappen, uit bepaalde relaties misschien ook. Want de energie gaat ervoor zorgen dat dat vanzelf gebeurt. En daar hadden we het ook over bij de energie van de maansverduistering. Dat is nu echt wel gaande. Als jij de beslissing niet neemt, als jij niet kiest voor een verandering, als jij je blijft vasthouden aan bepaalde dingen uit het verleden, of aan bepaalde, bepaalde patronen die je steeds blijft herhalen, dan gaat de energie het jou misschien niet zo makkelijk maken. Dus dan kan het zijn dat je bepaalde dingen verliest. Of dat mensen jou misschien gaan uitsluiten, of je niet geen contact meer gaan zoeken met jou. Dus dat je, ja, als het ware een beetje een levensles van, oh, we nemen jou dan maar eerst iets af, zodanig dat jij tot het besef komt dat je mag op zoek gaan naar iets anders en op een totaal andere manier. Dus het is belangrijk dat deze persoon verder gaat. Maar met een fijn gevoel, hè, van wat is geweest, is geweest. En dat heb ik meegemaakt en dat neem ik mee als les. Het is wel belangrijk dat ik bepaalde dingen achter mij laat. En inderdaad, als deze persoon dat niet kan, dan zorgt de energie ervoor dat dat gebeurt. Dat er bepaalde dingen verdwijnen uit het leven. Dat mensen zich misschien ook anders gaan gedragen. Waardoor dat je echt gaat voelen van, oké, dit past niet meer bij mij. Dit kan niet meer op deze manier. En dan, ja, dat als eindkaart. Ik was zo blij toen ik die natuurlijk op het einde zag komen. De kaart van harmonie. Dus de kaart van tweelingzielen tussen haakjes. Maar dan vooral in liefde. Hè? Dus de zes, de liefde. Vooral de liefde, de energie voelen, de verbinding voelen vooral. Dus vind ik heel mooi als er vanuit de mannelijke energie die kracht komt. Op zichzelf staan, onafhankelijk van anderen. Dingen gaan doen op je eigen manier. Dan ga je ervoor zorgen dat je dingen kan loslaten. Dat je kan verder gaan. En dan ga je ook wel voelen dat je kan... dat je terug kan die connectie voelen met iemand. Op een heel fijne, rustige manier. En deze kaart geeft echt wel die rust ook weer. Harmonie trouwens, hè? Evenwicht. Dat je echt wel een bepaald evenwicht vindt. En wat is de zielsconnectie? Ja, dat is... Ik zeg altijd, twee personen moeten eerst evenwicht vinden op zichzelf. Voor ze samen in evenwicht kunnen zijn. En dat is het wat er zo belangrijk is in het hele proces. Niet zozeer misschien het samenkomen, maar dat jij zelf evenwicht vindt. Dat je wel getriggerd wordt door de ander. Dat de ander jou wel een soort van voorbeeld geeft. Of dat de ander een soort van voorbeeld is voor jou. Jou laat zien hoe het wel kan. En dat je daardoor zelf evenwicht vindt. Hè? Dat je verder gaat en dat je zegt, nou, ik ga er echt wel voor zorgen dat ik in evenwicht ben. Dat mijn leven in evenwicht is. Dan kan je ook de dingen gaan doen die je gewoon graag wil doen. En het allerbelangrijkste op jouw manier. Dus ik vind dit heel bijzondere kaarten. Nu even de herinnering aan liefde. Toch wel even een beetje een wrang gevoel daarbij. Het mentale conflict van ik moet hier bij mijn verstand blijven. En ik heb even mijn tijd nodig. Laat me even mijn rust. De mannelijke energie geeft dat ook aan naar het vrouwelijke toe. Van laat me even met rust, laat me gewoon even zijn. Ik kan het nu even niet aan misschien om contact te hebben, omdat het te confronterend is, deze energie dan, op dit moment. Dat allemaal een beetje te zwaar is, omdat inderdaad deze persoon enorm in het hoofd zit en die geeft eigenlijk een beetje de boodschap van nou, laat me maar even met rust. Geef me even de tijd, want ik heb het allemaal nog niet op een rijtje. En ja, ik probeer zo alles krampachtig vast te houden, dat het mij nog niet lukt om mijn hart open te stellen. Dus die liefde
wordt wel gevoeld, maar het echt durven toelaten en terug meegaan daarin, dat kan nog niet op dit moment. En wat moet er dan eerst gebeuren? Ja, er moet iets doorbroken worden. Hè? Strategie van vertraging. Dus het proces wordt vertraagd door zaken die telkens zich blijven herhalen. Maar gelukkig is daar het inzicht of het begrip, het begrijpen, waardoor deze persoon in staat is om zichzelf heel krachtig neer te zetten en verder te gaan. En dan wel, net wel, die liefde te voelen. En dan heb ik het echt puur de verbinding van hart naar hart, hè? Los van iedere vorm van relatie of wat dan ook. Maar wel echt het voelen van, oké, de ander is er. En wat ik daar eerder in het verleden heb gevoeld, dat is ook, daar kan ik terug verbinding mee maken. Ook het voelen dat je daardoor ook een heel stuk sterker staat. Als je de dingen loslaat. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is hierin. Van dat strakke los te laten. Vooral wat anderen. Hè? De beperkingen die jou worden opgelegd door anderen eigenlijk. Of doordat je te veel gaat samenwerken met anderen. Of dingen gaat doen met anderen. Dat je jezelf tekort doet. En dat het inderdaad belangrijk is, wat ik daarnet zei. Om aan iets te beginnen vanuit jouw eigen energie. Gewoon omdat je het graag doet zonder het al te groot te zien. Of zonder daar zware verwachtingen aan vast te hangen. Want dan raak je alleen maar teleurgesteld omdat je het net te stevig vastgrijpt. Te stevig vasthoudt eigenlijk. Inderdaad controle wil houden. Dus. En dan krijg je inderdaad dat dingen zich blijven herhalen. Dat je aan iets begint. Het lijkt allemaal de goede kant op te gaan. En dan gebeurt er iets waardoor het toch niet zijn... dat het toch niet echt opbrengt. En dan herbegin je eigenlijk opnieuw. Meestal met hetzelfde resultaat. Maar de energie geeft aan dat gaat begrepen worden. Dat er andere mogelijkheden zijn. Andere manieren. En dat het vooral belangrijk is dat je eerst bij jezelf komt. Gaat aarden. Gaat aanwezig zijn. Vanuit jouw eigen energie. Verder gaan. En dan ga ik even naar deze kaarten. Want... wat is de uitdaging op dit moment? Of wat geeft de energie ons aan? Hoe kan de mannelijke energie verder raken? Ja, ten eerste, het alleen voelen. Dat is voor velen nog zo moeilijk. Terwijl net het alleen zijn zo belangrijk is in het proces. Nu, dit is een actiekaart. Die zegt van, oké, wees maar even op jezelf. Wees maar even alleen. Want net dat gaat jou bij jezelf brengen. Dat gaat jou helemaal bij jezelf brengen. De maan geeft dan wel ook het gevoel, toch wel een stukje gevoel aan voor mij. Zo van oké, als je alleen bent, ga je echt wel voelen wat voor jou belangrijk is en wat jou in jouw kracht plaatst. Dus voel je gerust maar even alleen en zie dat niet als iets negatiefs, in tegendeel. Het is net dat wat je nodig hebt. Het voeden van je eigenlijk vrouwelijke energie. Dus deze persoon, die vooral, waar de mannelijke energie vooral redelijk dominant aanwezig is. Ga voelen, ga jezelf voeden. Vanuit inderdaad wat ik daarnet al heb gezegd. Vanuit jouw eigen energie dingen gaan doen. En dan ga je, dat is ook de kaart van vruchtbaarheid. Waar het vrouwelijke voor staat. Laat de dingen stromen, laat de dingen gaan. Geef de dingen de kans om te groeien. Maar vanuit jouw eigen energie en ook vanuit jouw eigen openheid. Want dat strakke wat hier wordt weergegeven, dat kan je echt wel compleet doorbreken. En zorg dat je gaat stralen. Gewoon puur vanuit jouw zijn. Dus ga dat voeden. Ga jouw eigen energie gaan voeden. En trust is de nulkaart. Dus die staat eigenlijk voor het nieuw begin. Dus deze kaart geeft nog eens extra aan. We maken een nieuwe start. Er komt heel veel nieuwe energie binnen. Nieuwe energie die we heel goed kunnen gebruiken. Om de dingen nu helemaal anders aan te pakken. Om liefde toe te laten. In de eerste plaats voor onszelf. Hè, om onszelf graag te gaan zien. En dat vertrouwen te voelen in onszelf. Zoals deze figuur. En die zegt van oké, ik ga gewoon mee in alle vertrouwen. En ik laat het gewoon toe.
die nieuwe start en ik zie wel waar ik uitkom. Ik heb daar alle vertrouwen in dat de dingen gewoon evolueren of groeien zoals ze mogen groeien. Dus dat is al een heel andere kaart dan deze controlekaart. Hè. Dus dat is wat de energie doet. In het mannelijke stukje. In de connectie. Voor zorgen dat deze persoon toch alleen, even alleen kan zijn. Dat hij zichzelf kan gaan voeden. En dat geeft mij een heel opgelucht gevoel. Zodanig dat die nieuwe start kan worden gemaakt. En ja, dat met heel veel kleur en heel veel nieuwe fijne energie. Die nu al reeds aanwezig is, maar dan kan die optimaal worden benut. Dus ja, ik vind het een super legging. En als ik er straks ook nog eens de energie van het vrouwelijke ga naast leggen, dan gaan jullie volledig begrijpen waar ik eigenlijk naartoe wil. Want er is zoveel gaande de afgelopen weken. Dus dit was het voor het eerste deel, de mannelijke energie. Dus we gaan zo meteen door naar de vrouwelijke energie. Dus tot zometeen.